En dan kunnen wij doorgaan met het volgende onderwerp. Dat is kennis nemen van het rapport evaluatie bestuurlijk stelsel. En dan geef ik als eerste het woord aan de heer Vroegen. Voorzitter, vandaag geven we mevrouw richting. En later het jaar besluiten we definitief. Maar op veel punten is die richting duidelijk. Bijvoorbeeld dat de ruime meerderheid van deze raad kiest voor verkiezingen op stadsdeelniveau in plaats van in gebieden en met een lijstenstelsel. Over sommige andere dingen zijn we het nog niet eens. Wie benoemt de bestuurders bijvoorbeeld? Naast dingen goed regelen is ook cultuur belangrijk, voorzitter. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe serieus nemen we elkaar? En laat ik eerlijk zijn, daar heeft ook deze raad steken laten vallen. Maar ook van het college had ik op dit vlak hogere verwachtingen. Ja, de heer Vroegen houdt een passioneel betoog. Zo ken ik het, als het gaat over de stadsdelen. Daarin zei hij iets interessants. Hij zei, er zal een culturele verandering moeten plaatsvinden. Zo heb ik het in ieder geval beluisterd, als ik de heer Vroegen net hoorde. In hoeverre denkt hij dat als je het lijstenstelsel, politieke partijen, die in de stadsdelen straks alles bepalend gaan zijn, in hoeverre denk je een culturele verandering te gaan plaatsvinden binnen de stadsdeelstelsels als je daaraan vasthoudt, aan dat lijstenstelsel? Het culturele aspect gaat wat mij betreft vooral over hoe we in de totaliteit van het openbaar bestuur van Amsterdam met elkaar omgaan. De verhouding stoperaar en stadsdelen, daar is echt nog een wereld te winnen. En wat betreft de lijstenstelsels, ja, ik denk dat dat beter gaat werken dan een personenstelsel. Omdat de stadsdelen met 140, 150, 160.000 inwoners te groot zijn voor individuen om serieus kans maken om een recht evenredige positie te krijgen in die lijsten. Nou ja, je zou het op meerdere manieren kunnen doen. Hè. Je zou natuurlijk politieke partijen uit kunnen halen op stadsdeelniveau, wetende dat die al in de gemeenteraad zitten. Om te voorkomen dat er allerlei politieke, langs politieke lijnen wellicht besluitvorming plaatsvindt, vanaf het stadsdeel naar de stopera. En dat je op die manier zegt, laten we dat vervangen, bijvoorbeeld door iedereen langs loting, dus een politieke vernieuwing, bijvoorbeeld op die manier de stadsdeelraden, de stadsdeelcommissies, op die manier laat functioneren. Dan doe je iets fundamenteels anders. En dan kan het ook leiden tot een culturele verandering. Voorzitter, ik denk dat het stadsdeelstelsel op dit moment niet toe is aan hele verfrissende ideeën. We moeten eerst zorgen dat het wat meer body krijgt. Dat het wat meer steviger op de benen komt te staan. Daarna is er ruimte, denk ik, voor experimenten. De heer Vlengen suggereert dat alleen politieke partijen mee zouden doen. Dat heb ik niet gezegd. Een lijstenstelsel staat voor alle groepen open die gezamenlijk een lijst vormen. Als je met een lokale voetbalvereniging wil meedoen of bewoners die in een bepaalde buurt wonen, mag dat uiteraard ook. Ik hoop juist dat ook andere groeperingen zich bundelen in één lijst en mee gaan doen en dat we niet enkel politieke partijen gaan krijgen. Het gaat me natuurlijk om het weghalen van die politieke lijst, die politieke partijen uit de stadsdeelcommissie. Maar dan constateer ik wel dat u daar in ieder geval aan vasthoudt. En dan denk ik dat we binnen 2 jaar, binnen 3 jaar weer een nieuwe evaluatiecommissie krijgen met een bestuurlijk stelsel wat ook aan alle kanten vastloopt. En dat vind ik wel heel jammer om te constateren. Voorzitter, dat we over 4 jaar, gewoon 3 jaar weer een evaluatie hebben, dat ben ik hartstikke zeker van. Ik denk dat we dat constant moeten evalueren, constant kijken wat er beter kan. Maar ik wil niet vooruitlopen op de conclusies die de heer Vlenteren nu al trekt van een evaluatie die over 4 jaar moet plaatsvinden.